Op het Natimcomplex aan de Jagannath Lajpamonstraat is vandaag de Generation Unlimited U Challenge gelanceerd. GenU is een wereldwijde partnerschap tussen jongeren, beleidsmakers en de private sector. Met dit project worden jongeren uitgedaagd met innovatieve, nieuwe en gemakkelijke oplossingen te komen voor problemen waarmee jongeren uit hun land zitten. Hiervoor kunnen zij een prijs winnen. De GenU is gelanceerd door de UNICEF en de UNDP. Kelvin Konicki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, haalde aan dat de Generation Unlimited Youth Challenge 5 prioriteitsgebieden heeft. Deze zijn educatie, training, skills, empowerment en employment. Het doel is sowieso om te komen met solution op het gebied van deze 5 prioriteitsgebieden. En wij weten dat onze jongeren het best kunnen komen tot die oplossingsmodellen. Omdat jullie dagelijks, nogmaals dagelijks, te kampen of in die problemen komen om het best te gaan denken, creatief te gaan denken hoe wij deze problemen kunnen oplossen op het gebied van deze 5 prioriteitsgebieden. De vertegenwoordiger van UNDP in Suriname, Margaret Jones, gaf aan dat met het GenU-project jongeren een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Sylvie Fouet, UNICEF-vertegenwoordiger in Suriname en Guyana, zei dat Suriname meer kans maakt om dit jaar in de prijzen te vallen. This is where you will have to be creative. You will have to be innovative. You will have to think out of the box. And you have an opportunity to contribute to many of the SDGs. SDG 7 on affordable and clean energy, renewable energy. SDG 11 on sustainable cities and communities. I read an article recently about a city that was designed by women for women and taking into account the special needs of women, of mothers, of facilities for women. This was, of course, in Europe. But I wonder what it would look like to have a city designed by youth, with youth telling us what they need, what facilities they need. Last year, we had about 1,800 young people, 800 young people, 16 countries. You saw a few of them on the video. This year, we opened into 30 countries. So you have more chance, and we double the numbers globally, so that's also giving an opportunity. But just to give you a few examples, Argentina last year, so the one in Latin American Caribbean who did win was Argentina. Sylvie Fouet, UNICEF-vertegenwoordiger in Suriname en Guyana. Zij sprak vandaag bij de lancering van de Generation Unlimited Youth Challenge, GenU, op het Natimcomplex aan de Jagannath Lajpamonstraat. Jongeren tussen 14 en 24 jaar die willen deelnemen aan dit project kunnen zich tot 7 maart opgeven. Jongeren beneden 18 jaar maken kans om $10.000 te winnen. En jongeren boven de 18 jaar kunnen $20 winnen.